Bedankt dat jullie hier willen komen. Ja, super. Ja, leuk dat je ja. Ik heb jullie een paar maanden geleden gevraagd, want ik zie er gewoon. Ik dacht van, nou, dat lijkt mij zo'n leuke band, Black Albino's. Zouden jullie akoestisch willen komen spelen? Natuurlijk. Ja, en toen had ik het idee dat jullie dat nog nooit eerder gedaan hadden en dit zien als een uitdaging. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Gewoon spontaan. Nou, vertel, vertel. Vorige keer even bij elkaar gaan zitten. Mm-hmm. Dat was best wel leuk eigenlijk. Misschien kunnen we wel geld mee verdienen. Ja, wie weet. Dus met de pet komt. En, Vanavond na het optreden hier gaan we naar Chile en dan gaan we daar ook nog een keer een optreden geven. Wie weet dat de pet dan volkomt met allerlei muntjes. En dan komen wij de aanval door, dacht ik Jan. Dat dacht ik ook, ja. Ja. Vertel nog even voor de luisteraars zelf. Wat zijn de Black Albino's oorspronkelijk van band en wie zijn jullie? Dat is misschien ook wel even leuk. Wij zijn nu 10 jaar bij elkaar, denk ik. Maar misschien wat langer. En we zijn begonnen als Bendover en later El Santo en nu Black Albino's. En we spelen van alles en nog wat. Een beetje 60s, surf, garage rock. Dus eigenlijk voor muzikanten die niet goed kunnen spelen. Ik wou ook niet zeggen, maar ik dacht, als ik dat zeg, dan lopen ze de studio uit, maar gelukkig blijven ze zitten. Ja, ja, maar normaal is voor jullie knetterhard en dit gaat toch lekker rustig. Dit gaat lekker relax, ja. Het gaat even winnen, maar ja. Het is wel beter voor de oren, dus dat scheelt. Dat scheelt, ja. Nou, ik denk dat wij heel erg benieuwd zijn geworden. Het is een primeur. Ja. Jullie zijn zelf ook heel benieuwd. Je hebt in ieder geval jong publiek, Audio Panic. Dankjewel. Die komen jullie geestelijk ondersteunen en applaudisseren, want anders is het ook zo'n magertje als ik alleen met Rob zit te klappen. En die ingeblezen jingle. Maar dat zijn we wel gewend trouwens. Oh, dat is wel. Oké. Oké. Dames en heren, helemaal live bij Lone FM en natuurlijk bij Alotna FM. De Black Albino's. Oké, take it away, Rio. Jullie gaan nog een nummer doen? Ja, zeker gaan we nog een nummer doen, Jan. Normaal doen we altijd een kwartier pauze tussen nummers. Oh.
gaan we weer stemmen. Meteen okay. Weer, oké. Okay. Welke gaan we doen, jongens? Bad Indian. Bijna. Ze gaan even afkoelen, ze gaan even bullen, denk ik, met hun gitaar om even wat geld op te halen. En dan na 10 zijn ze er weer, of over een kwartier, ze nemen altijd een kwartier pauze, hè?